Hallo allemaal, we moeten voor Pokémon Scarlet en Violet nog een klein beetje geduld uitoefenen, maar Menno is alvast voor ons gaan voorproeven in de Pokémon Studio in Londen en heeft wat informatie meegebracht om belangrijke vragen te beantwoorden. Hey Joachim, ja dat klopt. Ik ben afgereisd naar Londen, naar de Pokémon Company en daar heb ik alvast 1,5 uur Pokémon Scarlet en Violet mogen spelen. Wel, dan heb ik meteen een interessante vraag, want we hebben Legends Arceus eerder dit jaar gehad en we krijgen nu Pokémon Scarlet en Violet en dat gaat voor het eerst een open wereld zijn. Dus leg eens even uit waar het verschil precies ligt tussen de twee games. Er zit toch een verschil in, want Arceus was nooit echt een hoofd-Pokémon game en dat zijn Pokémon Scarlet en Violet wel. Die brengen weer een nieuwe generatie Pokémon. En dat is echt één grote open wereld met heel af en toe dat er even een klein wachtschermpje tussenkomt. En Legends Arceus was toch verdeeld in meerdere open segmenten. In Scarlet en Violet zijn veel rondlopende Pokémon en het lijkt erop dat er geen random encounters meer zijn in deze game. Natuurlijk liggen er weer, net zoals in de lineaire games, talloze Pokéballs verspreid door de wereld die je op kan pakken voor beloningen zoals potions en andere voorwerpen die helpen in battles. En er zijn nog een hoop andere veranderingen zoals dat trainer battles nu optioneel zijn en trainers worden dus niet gelijk boos als je voorbij loopt. Deze Pokémon Scarlet en Violet bevatten opnieuw een verhaal, maar dat is verdeeld in 3 paden. Leg eens uit wat dat die 3 paden precies inhouden. Omdat het een open wereld is, willen ze ook echt vrijheid meegeven in hoe jij het vooral aanpakt. Dus je hebt nu 3 verschillende routes die je allemaal gaat nemen. Dat is de Victory Road pad. Daarin ga je eigenlijk alle 8 Pokémon gyms langs op weg naar de Pokémon Champion titel. Die gyms in dat Victory Road pad, die zijn ook anders dan in voorgaande games. Want het is nu meer een mix tussen een klassieke gym en een trial zoals je die in Pokémon Sun and Moon had. Dus voordat je het eindgevecht ingaat, heb je eerst een opdracht die je uit moet voeren. Je hebt de Path of Legends. Daarin ga je op zoek naar een genezend kruid. Maar dat kruid wordt steeds bewaakt door Titanen Pokémon. Dat is een hele grote, sterke Pokémon die je moet verslaan. En toen ik door de wereld liep, kreeg ik al een belletje van de professor met informatie dat er ergens in de buurt een titaan zat. Dus daar kon ik naar op zoek en dan kon ik het gevecht daarmee aangaan. En als laatste heb je ook nog de Starfall Street route. En daarin krijg je eigenlijk te maken met de bad guy groep. Net zoals je in de eerste generatie Team Rocket had. Dat zijn in dit geval studenten van een Pokémon school die jouw weg naar de champion titel lastig proberen te maken. Genoeg herspeelbaarheid dus, en daarbovenop zit ook nog eens 4-player co-op of multiplayer, zoals we in onze eerste kleine preview video hadden vermeld. Die multiplayer mogelijkheden laten je toe om dus met anderen samen doorheen de wereld te lopen en ook te picknicken, heb ik gelezen. En ik ben vooral naar dat laatste wat nieuwsgierig. Dat picknicken, is dat puur esthetisch of zit er ook wel degelijk een soort gameplay element aan? Ja, er zijn door de hele wereld zijn Pokémon Centers verspreid waar je natuurlijk je Pokémon kan genezen. En daar is nu ook een terminal waar je kan verbinden met internet. En dan kan je met 3 andere vrienden online rondlopen door de wereld. Pokémon battelen, Pokémon vangen. Je kan zelfs het verhaal gaan spelen, is me verteld. Maar dat is dan niet samen met vrienden, maar dat doe je individueel. Dat picknicken is inderdaad weer een apart soort minigame die je kan doen. Als je een picknicktafel neerzet, dan kan je je Pokémon verzorgen, aaien, eten geven. Maar je kan ook sandwiches maken, want daar houden ze blijkbaar in de Paldea-regio heel erg van. Wanneer je een recept hebt gekozen voor een sandwich, moet je die dus met z'n 4 gaan maken. En dat lijkt eigenlijk heel erg op een Mario Party minigame. Je moet dan ingrediënten uit een bakje pakken en heel snel op een brood gooien. En je moet zorgen dat er niks naast valt, omdat je dus een perfecte sandwich krijgt. Wanneer je dat hebt gedaan, krijgt je sandwich een bepaald aantal sterren en op basis daarvan krijg je weer bonussen, waardoor je bijvoorbeeld een bepaalde type Pokémon makkelijker kan vinden of krijg je bonussen die op een andere manier helpen in het verhaal. Ik krijg er honger van, dus we gaan meteen gewoon naar het volgende punt gaan, Menno, en dat zijn de vernieuwingen aan de trainer card. Leg eens uit welke veranderingen daaraan zijn toegepast. Ja, nu je online kan, een andere wereld van vrienden in, moet je natuurlijk wel je identiteitsbewijs bij je hebben. Dus op de trainerkaart zijn ook vernieuwingen aangebracht. Je ziet nog steeds statistieken, maar je hebt nu in de game ook een camera. Daarmee kan je zelf een profielfoto maken.
Ik had een foto gemaakt van een boom die in de verte op een heuvel stond. En dat was mijn profielfoto. En je kan zo ook de achtergrond van je trainerkaart aanmaken. Dus een kleine verandering die je toch een stuk persoonlijker maakt om zo'n trainerkaart te hebben. En die trainerkaart en profielfoto's zie je bijvoorbeeld in de raid battles. En daarmee sla je meteen perfect een brug naar het volgende punt. In deze Pokémon Scarlet en Violet zitten raid battles en ook Terra-types. Die Terra-types, heb je mij verteld, zijn een nieuwe toevoeging. Verduidelijk eens wat die inhouden. Iedere generatie brengt een nieuwe functie die je tijdens een battle in kan zetten. Pokémon Sun and Moon hadden Z-moves, Sword and Shield hadden Dynamax Pokémon. En in Scarlet en Violet zijn dat de Terra-types. Er zijn Pokémon die nu naast zijn normale type ook een Terra-type hebben. En dat houdt in dat die tijdens een battle kan terrestrializen. Maar eigenlijk is dat gewoon kristalliseren, want hij wordt ineens een kristal en krijgt een ander uiterlijk. En daarna neemt hij dus het Terra-type wat die Pokémon heeft aan. En dat weet je niet van een vijand welk type dat is. Dus dan kan je toch aardig je vijand op het verkeerde been zetten. Een mogelijkheid om die Terra-type Pokémon te vangen is met een raid battle. Door de hele wereld heen zijn kristallen verspreid die je nodig hebt voor het terrestrializen. En je kan bij een kristal een raid battle starten die je alleen of met vrienden kan doen. Daarin vecht je tegen een hele sterke terrestrialized Pokémon. En die kan dan ook nog tijdens het gevecht een schild inzetten, waarna je alleen damage kan doen als je zelf ook geterrestrialiseerd bent. Of hoe dat in het Nederlands heet. En wanneer die Pokémon hebt verslagen, krijg je daarvoor weer meer beloningen. Kan je bijvoorbeeld TM's maken, Technical Machines. Dat zijn aanvallen die je dan aan je Pokémon kan leren. En je krijgt de kans om die Terra-type Pokémon zelf te vangen. Terrestrialiseren, dat is eentje voor in de dikke vandalen. Tot slot wil je het graag nog hebben over een klein extraatje dat je zelf beleefd hebt tijdens je trip naar de Pokémon Studio. Vertel eens, het heeft iets te maken met een zekere Shiny. Dat klopt. Tijdens de postgame, dus wanneer je het verhaal hebt uitgespeeld van een Pokémon game, is shiny hunten een populaire bezigheid. En ik heb tijdens het spelen van de hands-on preview heb ik al een shiny Pokémon gevonden. En daardoor kan ik ook bevestigen dat de shiny Pokémon in Scarlet en Violet in de overworld te zien zijn in zijn shiny kleuren. En je ziet in de verte wanneer ze spawnen of rondlopen, zie je sterretjes de lucht in vliegen. Waardoor je dus weet dat er een shiny aanwezig is. En dat is vooral voor alle shiny hunters heel fijn om te weten. Verder is er helaas over de postgame nog niet zoveel bekend. Maar dat shiny hunten een mogelijkheid gaat zijn, dat is dus zeker. Hoe die endgame content er precies zal uitzien, dat vergt nog wat geduld. Maar hiermee hebben jullie toch een aardige dosis nieuwe details gekregen over de nieuwste Pokémon games. Laat ons in de reacties weten of jullie kiezen voor Scarlet of Violet. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren voor die grote groep Pokémon die spoedig terug te vangen zijn. Fijn dat jullie er weer bij waren. Voor meer informatie over Pokémon Scarlet en Violet kunnen jullie altijd terecht op eurogamer.nl.